Dit is de cola-test voor uh, mijn YouTube-kanaal. Uh, ik vergelijk, ik zal het even laten zien: Coca-Cola, Pepsi-Cola en Huismerk van de Plus. Dus Plus-Cola in feite. En we gaan kijken uh, maar ja, wie de winnaar wordt. Dus eerst gaan we beginnen met de Coca-Cola, daarna, uh, daarna gaan we beginnen met de Pepsi-Cola, daarna gaan we beginnen met de Plus-Cola, dus huismerk-Cola, in feite. Nou, dan gaan we de eerste nemen en dat is Coca-Cola. Oké, okay, de Coca-Cola is niet slecht. Geef ik heel erg niet slecht. Uiteraard niet slecht. Maar. Ja. Yeah. Ik weet niet wat ik er voor de rest van me moet vinden, eerlijk gezegd. Ik geef de, de Coca-Cola een 7. Een 7 vind ik meer dan voldoende. Hij is redelijk lekker, maar qua smaak, ja, bijzonder. Nee, absoluut niet. De volgende wordt de Pepsi Cola. Oké. Okay. Nou, de Pepsi Cola. Vind ik qua smaak al, al beter. Het heeft een. Uh, ja, vrij natuurlijke smaak. Ja, hier zou je wel. Wat meer slokken van kunnen drinken. Ik vind het uh, zeker niet verkeerd. Uh, qua smaak uh, is die. Ja. Nou. Meer dan. Nou, gewoon goed eigenlijk. Dus. Uh, een 8 is deze Pepsi Cola meer dan waard. Ik vind hem. Uh, ik vind hem heel goed. Dus een 8. Misschien een 8,5. Ja, dat is hij wel waard ongeveer dus prima om te drinken. Nou, de laatste, dat wordt de, het huismerk van de plus uh, cola. Nou, gaan we kijken hoe die smaakt. Hopelijk valt het niet tegen. Oh, juist. Nou, één gloddrong. Nou, heel eerlijk zeggen, lijkt die toch wel. Op de pepsi cola smaak, heel gek genoeg. Ja, ik vind, het, ik vind het lastig eerlijk gezegd om deze een cijfer te geven. Nog één keer proberen dan, voor de zekerheid. Nou, hij is niet verkeerd. Ik vind hem ongeveer even lekker als de Coca-Cola, dus ook een 7. Nou, uh, de prijzen. Weet ik niet even niet uit mijn hoofd. Maar uh, nou, dat, uh, het was wel uh, nou, leuk om een keer een cola-test te doen. En, uh, ik ga wellicht nog andere dingen reviewen en testen. En, uh, het was heel erg leuk uh, om dat even te doen. Overigens, heel gek dat die plus cola erg leek op de smaak van de Pepsi-cola. Maar uh, een, uh, een goede 7 is hier ook wel waard, vind ik hoor. Wat dat betreft. Nou, dit was de cola test review. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En. Uh, gaan we de volgende keer weer iets anders reviewen? Dat was het. Doei doei.